Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Alpha Deuren Nederland BV. Welkom bij een nieuwe aflevering van Alpha Deuren Houten TV. Met vandaag de voorbeschouwing van de wedstrijd Houten-Aalsmeer. Met coach Hans van Dijk. En Elon Willems. Hans, had je verwacht na 6 wedstrijden nog ongeslagen te zijn? Nee, had ik niet verwacht. We hebben goede ploegen gehad. Hercules, Aristos, Dios. En nee, had ik niet verwacht. We hebben natuurlijk 2 gelijk gespeeld, 4 gewonnen. Maar met het eindresultaat ben ik super tevreden, absoluut. Nu aan. Dat valt helemaal niet. Hans, aanstaande zaterdag Aalsmeer. Ja, voor jou geen onbekende ploeg natuurlijk. Speciale gevoelens? Ja, absoluut. Dat zijn altijd wel hele leuke wedstrijden waar ik echt naar uitkijk. Aalsmeer is een ploeg waar je gewoon goed tegen kunt handballen. Hij heeft gewoon een goede ploeg. We hebben afgelopen zondag ruim gewonnen van DSS Aristos. Dus het is gewoon een goede ploeg, maar wel een hele leuke ploeg. Je kan er goed tegen handballen, dus ik heb er echt heel veel zin in. Eigen team compleet of nog steeds Riemer en Bas in de Lappermand? Ja, nog steeds Riemer en Bas in de Lappermand. En voor de rest verwacht iedereen gewoon weer fit te hebben zaterdag. En daar gaan we weer voor. Dus deze week keihard trainen en dan proberen de punten in Houten te houden. Dat doen we iedere wedstrijd. Proberen gewoon de punten thuis te houden of uit te halen, zoals afgelopen zaterdag. En ja, je kan niet meer doen dan alles geven. En dan hoop ik op een goed resultaat. Oké, okay. Bedankt en veel succes zaterdag. Ja, dankjewel. Elon Willems, goedenavond. Goedenavond. Zaterdag tegen Aalsmeer 2. Ja. Je oude ploeg. Ja. Wat verwacht je ervan? Nou, ik verwacht in eerste instantie dat het een moeilijke pot gaat worden. Ja, weet je, Aalsmeer blijft gewoon Aalsmeer. Het is een goede ploeg, snelle ploeg, technische ploeg. En ja, als wij onze dekking solide weten te houden, dan denk ik dat we wel voor een verrassing kunnen zorgen. En, verrassing? Ja, denk het wel. Wij staan, Houten staat bovenaan, Aalsmeer in de middenmoot. Ja, nou, vind je dat een verrassing dan? Nou, nee, gelet op het verleden, op de resultaten in het verleden, ja, dan denk ik toch wel Aalsmeer een goede ploeg. Toch wel een stand verplicht om van ons te winnen. Maar ja, wij zijn gewoon goed bezig, we hebben goede lijnen hebben ingezet. En ja, als we die door kunnen zetten, dan ja, zijn we eigenlijk, als ik dat mag zeggen, niet te kloppen. Nee. Dus even samenvatten, je kijkt er naar uit naar aanstaande zaterdag. Ja, zeker wel. Ja, ik heb daar toch wel 4,5 jaar gespeeld en daar bouw je toch wel een band op met de jongens. En ja, het zijn een stuk.